Goedenavond en welkom bij een nieuwe Live bij 1. Met dit keer het onderwerp wonen als basisrecht. Ik zit hier met een aantal fantastische gasten en mijn medekandidaat Michentely de Jong. Zij is onze nummer 6 van de lijst. Haar voornamen zijn zij haar. Dan hebben we ook de gast Ronja Bruins. Diens voornaamwoorden zijn die diens. Ronja Bruins ken ik van de kerngroep Den Haag. En ze is persoonlijk begeleider ook in Den Haag. Ronja was dakloos en leefde op straat. En als ervaringsdeskundige ga ik daar wat meer over vertellen. Gaat Ronja daar meer over vertellen? Want dat perspectief mist heel erg binnen zeg maar dit onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Omdat we vaak denken dat dakloosheid alleen honger en kou is. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Massi Hutak, zijn voornaamwoorden zijn hij hem. En hij is een muzikant en schrijver uit Amsterdam-Noord. En is van het collectief, zijn collectief, Verdedig Noord en zet zich in tegen gentrificatie. En onderzoekt hij onder andere ook hoe toekomstige steden ingericht kunnen worden als een plek voor iedereen. Dus ik kijk uit naar dit gesprek. Want Ronja, ik zei het net eerder al, heel vaak wordt dakloosheid, maar je hebt dan ook thuisloosheid gezien als iets wat voornamelijk gaat over honger en kou. Ja. Zou je iets meer kunnen vertellen over de context van dakloze en of thuisloze mensen? Ja, nou, het lijkt me eerst even goed om het verschil te laten zien tussen dakloosheid en thuisloosheid. Het is beide super erg, maar er zit wel een verschil in. En de officiële definitie is dat dakloze mensen, die hebben geen vaste woon- of verblijfplek. En ze leven op straat of in een dakloze opvang. Thuisloze mensen die verblijven bij vrienden, kennissen of familie. Die kunnen nog wel ergens logeren. Maar eigenlijk is dat vaak ook de weg naar dakloosheid toe. Want ja, vaak is de situatie alsnog uitzichtloos en beland je alsnog op straat. Nou ja, zoals ik al zei, de situatie voor zowel dakloze en thuisloze mensen is super stressvol. Alleen het is wel belangrijk om dat onderscheid te maken tussen die twee. Omdat beide heeft een andere aanpak nodig. En ze hebben ook beide andere moeilijkheden. En ja, wat ze net ook al zei. Dakloosheid is meer dan kou en honger. Want waar mensen vaak niet bij stilstaan is dat bijvoorbeeld naar de wc gaan. Dat kost geld en dat moet gepland worden. Iedere paar uur moet je weer bedenken, waar ga ik naar de wc? Want ja, wild plassen en wild poepen, dat wordt beboet. Dus ja, zeker als je geen man bent, dan heb je daar dan heb je gewoon extra planning te doen. En je kleding wassen bijvoorbeeld, dat is ook heel moeilijk als je, ja, als je dakloos bent. Want dat kun je tegen geld doen bij een daklozenopvang, mits je daar ook verblijft. Maar bij veel opvangen moet je overdag tussen 8 en 6 uur weg uit de opvang. En dan is er nog weinig tijd om je was te doen. Dus als dakloze zit je vaak ook nog in je vieze stinkende kleding. Of moet je steeds tweedehands kleding kopen bij een kringloopwinkel. Omdat je oude kleding gewoon te vergaan is na al die lange tijd gedragen te hebben zonder het te wassen. Of dat het goedkoper is om ja. Kleding te kopen, toch? Ja, klopt. Ja. En sommige opvangen is het 3 tot 5 euro om een was te draaien. Ja, daar kun je bij de kringloper bijvoorbeeld een nieuwe broek van kopen. En iets waar mensen ook niet zo bij stilstaan, is dat je een hygiënische plek nodig hebt om drugs te gebruiken. Er zijn gewoon veel mensen die drugs gebruiken, ook onder dakloze mensen. En in een dakloze opvang is daar vaak geen plek voor. En op straat zie je vaak, je kent al van die bosjes waar je altijd naalden ziet liggen en zo. Nou, dus daar gebruiken mensen drugs, omdat ze ook elkaars naalden gebruiken, omdat dat goedkoper is. Maar er zijn niet genoeg plekken
waar je veilig drugs kunt gebruiken. En dat is misschien iets waar je van denkt van ja, moeten we dat wel motiveren? Maar ja, als Dat je is helemaal... wat ik dacht, ja. Ja, want als je in de kou loopt, moet je eens kijken met die sneeuw van de afgelopen week. Stel je voor, je moet daarin liggen. Weet je, dan kan ik daar geen oordeel over hebben of je wel of geen drugs gebruikt. En nog een punt is dat dakloze mensen, die hebben vaak geen zorgverzekering. Want na een paar maanden daar nergens meer ingeschreven te staan, raak je je zorgverzekering kwijt. En een consult bij de huisarts kost €30. Medicijnen worden niet meer vergoed. Nou, een specialist kost dan gauw €120. En hierdoor krijg je zorgmijders. Met als gevolg slechtere fysieke en mentale gezondheid. En uiteindelijk hogere kosten wanneer zorgmijden geen optie meer is. En nog iets wat mensen niet verwachten van een daklozenopvang, is dat je overdag weg moet. Ik weet niet of dat jullie dat wisten, maar vaak moet je om 8 uur 's ochtends weg. En waar moet je dan naartoe? Want je hebt niks. Je hebt geen spullen, je kan niks opbouwen. En dan ga je naar de BIEB. Bij de BIEB word je vaak weer weggestuurd. Je kan ook wel in een cafeetje gaan zitten, maar dan kost dat weer geld. Hè? Dus je zit in zo'n cirkel. En alles is nu dicht. Ja, ook dat. Ja, precies. En omdat nu alles ook dicht is, is het ook moeilijker voor mensen om geld te krijgen van andere mensen. Dat er niemand op straat is. Ja, precies. En wat mensen vaak doen in plaats van geld geven, is spullen geven. Dat is natuurlijk super lief bedoeld, maar als een dakloos persoon heb je daar niet heel veel aan, omdat je die spullen steeds moet meesleuren. En je draagt gewoon alles wat je hebt, draag je bij je. Mm-hmm. En hoe meer spullen je hebt, hoe netter je eruit ziet. Het is heel cru, maar mensen zijn dan gewoon minder geneigd om je geld te geven. Ja. Ja, want jij hebt me eerder ook al een keer verteld over ethisch geven. Ja, klopt. En toen hebben we het bijvoorbeeld ook heel erg gehad over... stel dat iemand besluit om een dakloos persoon iets te geven... en die gaat dan eten kopen bij... weet ik veel, een broodje bij de supermarkt. Ja. Maar daar zit bijvoorbeeld vlees in, terwijl die persoon geen vlees eet. Ja. En als, nou, je kunt het beter zelf vertellen. Ja. Ja, het klinkt misschien onbegrijpelijk, maar ik ben mijn hele leven al vegetarisch. En nu ben ik vegan, maar toen ik dakloos was, toen was ik ook nog vegetarisch. Maar ja, het komt bij mensen niet op om te vragen wat dakloze mensen nou willen eten. Bij sommige mensen wel hoor, niet bij iedereen. Maar ik zou nooit een broodje met vlees kunnen accepteren. Dat kan ik gewoon niet. Ik heb nog nooit in mijn leven vlees gegeten. Hoe moet ik dat doen? Maar ja, als je het dan weggooit of je geeft het aan iemand anders, dan word je als ondankbaar gezien. Dus het beste is gewoon echt om te vragen wat diegene wilt hebben. Want na zoveel frikandellenbroodjes, van frikandellenbroodjes betaal ik de daklozenopvang niet. Zeg maar. En dat klinkt misschien heel hard, maar het leven van een dakloos persoon is ook heel hard. Ja. Wat jij vertelde, per moment overleven. Ja, precies. Ja, je overleeft niet van dag tot dag. Je overleeft echt van uur tot uur. Van toiletbezoek tot toiletbezoek. En slapen in het openbaar wordt ook beboet. Dus wanneer je helemaal niks meer hebt en je hebt al je waardigheid en je menselijkheid verloren, dan mag je ook niet meer slapen. Dus je moet constant blijven lopen of naar cafés gaan of naar clubs gaan of zo die gratis entering hebben. Je mag gewoon niet slapen. Ja, dat kun je misschien niet voorstellen, maar je moet gewoon blijven lopen. En je kunt wel verzorgingsproducten krijgen als je dakloos bent, maar die krijg je bij de opvang, mits je daar verblijft. En dat kost, bijvoorbeeld in Amsterdam kost het €5 om in de opvang te slapen. Maar die spullen die blijven daar. Je hebt er alleen toegang tot wanneer je daar verblijft. En ook als je ze wel mee zou mogen nemen, dan zit je weer met dat je zoveel spullen mee moet nemen constant. En daar kan je ook niks opbouwen, want ik ben dakloos geweest toen ik ook werk had. En ik moest constant, ik had 1 koffertje, dan moest ik alles mee en meenemen. Dat was gewoon geen doen. Het is buiten super denigrerend, is het gewoon onprofessioneel om gewoon al je hebben en houden met je mee te moeten sjouwen. En vaak denken mensen dat dakloze mensen, die delen alles, zie je vaak op YouTube filmpjes, die delen alles, die zorgen voor elkaar. Ja, dat is echt niet zo. In de dakloze wereld worden je spullen constant gestolen door andere dakloze mensen. Voor mij geen oordeel daarover, want iedereen moet doen wat hij moet doen om te overleven.
Maar dat cliché wilde ik ook even de wereld uithelpen. Oh ja, en waar we het net ook al over hadden, is dat in plaats van geld krijg je als dakloze vaak spullen. En dat is misschien een goede intentie, maar wat je echt nodig hebt als je dakloos bent, is een woning en geld. En die spullen die jij geeft, die worden 9 van de 10 keer, ja, tenzij dat je een slaapzak geeft of zo in de winter, maar die worden 9 van de 10 keer doorverkocht voor geld. Dus ik snap het van de mensen die geven. Je wilt iets geven wat geen drugs is. Maar het beste wat je kan doen is gewoon die persoon een beetje vertrouwen geven, een beetje waardigheid geven door gewoon geld te geven. Dan kunnen ze, dat is ook een beetje zelfbeschikking. Dan kun je zelf beslissen waar je het aan uitgeeft. Ja, want als je er goed over nadenkt, is het ook wel raar dat je, als je iemand geld geeft met de intentie om geld te geven, je ook nog eens wil beslissen waar het heen gaat. Ja, als je ja er dat goed is. Over nadenkt, vind ik dat eigenlijk best wel raar. Ja, want je geeft iets wel of je geeft iets niet. Ik vond het Ja. zelf altijd super denigrerend als mensen naar me toe kwamen en zeiden. Nou, ik zag er niet heel erg dakloos uit, maar op een gegeven moment, mijn koffertje ging steeds, die werd steeds kapotter. En dan zien mensen dat op een gegeven moment wel. En als ze je dan iets willen geven, dan zeggen ze, maar je moet er geen drugs van kopen, hè? Ik ging er geen drugs van kopen, maar dan hoef ik je geld niet eens meer. Nee. Ik loop nog liever de hele nacht in de sneeuw, dan dat ik geld moet aannemen van iemand. Ja, weet je, of je doet het wel, of je doet het niet, denk ik dan. Maar goed. Ik kan me ook nog herinneren dat Misha een verhaal vertelde over, en dat vertelde jij zelf ook, Ronja, over dat mensen je dan ook opeens heel anders behandelen of gewoon doen alsof je gewoon helemaal niet bestaat. Ja, klopt. Ja. En daar kom ik zo nog heel eventjes op terug. Want dat is ook iets wat ik nu iets over ga zeggen. Ja, mensen negeren je gewoon. Ze lopen je gewoon voorbij. En je bestaat gewoon niet meer. Je wordt gewoon onzichtbaar. Ja, dat is echt zo. Maar dat merk je ook aan alles, denk ik wel. Want wat je ook vertelt over hoe mensen ook willen bepalen wat jij dan doet met het geld dat ze je geven. Ja. Dat veroordelen, dat eigenlijk je veel meer kost om niets te hebben eigenlijk. Ook dat je natuurlijk heel veel te maken gaat hebben met de politie die je eigenlijk gewoon lastig valt. Alles heeft weer te maken met toch een beetje het bevestigen dat je in de Ja. samenleving eigenlijk minder waard bent. En dat jij als mens eigenlijk er niet meer echt toe doet. Ja, Omdat je klopt. dus in een situatie zit waarvan mensen geen idee hebben waarom je daar bent geëindigd, maar allemaal ideeën denken te hebben over waarom je daar zit. Ja. Want zoals je net ook aangeeft, er zijn ook gewoon werkende dak- en thuislozen. En al Ja. was het niet zo dat je niet werkt, dat maakt je nog steeds een mens. Je hebt nog steeds Ja. een basis, respect verdien je gewoon als mens natuurlijk. Ja. Ja, in theorie wel. Ja. Ja, en ook iets wat een. Wat mensen denken is, oh ja, maar daklozen krijgen toch een dakloze uitkering. Maar die dakloze uitkering, daar zitten voorwaarden aan. Die krijg je alleen als je in een dakloze opvang slaapt. Dat is niet voor iedereen mogelijk ook, om daar te slapen. Mocht je wel in een dakloze opvang slapen en die uitkering krijgen, dan is dat precies €710. En eerst dacht ik, want toen ik dat hoorde, want ik heb zelf niet in een dakloze opvang geslapen, omdat ik dat niet kon. Maar toen ik dat laatst opzocht, dan dacht ik van, jeetje, dat is wel veel. Maar dat klinkt heel veel, maar dakloos zijn is, het gaat misschien heel apart klinken voor mensen, maar dakloos zijn is soms nog wel duurder dan voor hetzelfde geld een huis hebben. Omdat, oké, een nacht in de opvang kan €5 kosten. Je moet constant opnieuw dingen kopen. Je moet betalen om naar de wc te gaan de hele dag door. Of boetes, hè, als je geen wc kan vinden op tijd. Je moet je kleding wassen of je moet nieuwe kleding kopen. Je kunt geen eten koken in je huis. Dus je bent afhankelijk van afhaalmaaltijden en kant-en-klaar maaltijden. Als je dan ook nog eens drugs gebruikt of drinkt, dan is je geld snel op. En in het beste geval speel je precies kiet. Maar er is financieel geen mogelijkheid om wat op te bouwen, wat mensen denken. Er is financieel alleen mogelijkheid om te overleven. En als je dan een fout maakt, en iedereen maakt fouten, dat is niet voorbehouden aan dakloze mensen. Als je dan een fout maakt, dan verlies je al je geld. En arme mensen kunnen het zich niet veroorloven om fouten te maken. Want ik hoor vaak rijkere mensen, nou vind ik iedereen boven modaal verdient al rijk, maar goed.
Ik hoor vaak rijkere mensen zeggen van ja, maar goed, dan moeten ze niet dit zus en zo doen. Nou, misschien niet. Ik ben ook dakloos geraakt. Onder andere door mijn eigen fouten. Maar een rijker persoon kan die fouten zich veroorloven. Maar waarom rekenen we dan andere mensen die dat privilege niet hebben, daar zo streng op af? Oké, ik heb een fout gemaakt. Moet en wat dan bedoel je dan met een fout? Met een fout door bijvoorbeeld je huur niet te betalen, door een schuld te maken, door in plaats van in de bieb te zitten naar cafeetjes te gaan. Dat is in principe geen fout, maar dat zijn wel keuzes die niet financieel het meest optimaal zijn, zeg maar. Ja. En wat er vaak ook gebeurt is dat mensen hun huis kwijtraken omdat ze verslaafd zijn. Omdat ze bijvoorbeeld voor overlast zorgen of wat dan ook. Maar hoe maakt dakloos worden en in de kou leven je verslaving minder erg? Dat is geen oplossing. Daar moet iets anders tegenover staan. Ik ken niemand die dacht van, oh, nu ben ik dakloos geworden. Nou, nu moet ik echt stoppen met drugs. Dat werkt zo gewoon niet. Dat is niet de logica die hierop van toepassing is. Maar wat ik dus al de hele tijd zit te denken ook van, als je zeg maar, in hoeverre, ik heb gewoon het idee dat hulpverlening daarin best wel tekort schiet. Door zeg maar, kijk, want als ik het verkeerd zeg, moet je me maar corrigeren hoor. Maar het duurt zeg maar wel even voordat je dakloos bent, toch? Kan heel snel gaan, kan langzaam gaan. Kan het snel gaan? Ja, als je bijvoorbeeld uit huis gezet wordt of zo, als je 18 bent. Oh ja, dat is inderdaad een situatie. Ja, dat is een heel groot probleem eigenlijk. Ja. We merken dat ook een kwart van eigenlijk de dak- en thuislozen zijn jongeren. Ja. En dat is heel veel. En we hebben natuurlijk ook een verdubbeling gezien in een aantal dak- en thuislozen sinds 2009. Dus nu zijn het ongeveer 40.000, dus 10.000 daarvan zijn jongeren. En daarbij heb ik heel veel mensen natuurlijk, en ook jongeren die wel werken bijvoorbeeld, zoals Ronnie ook aangeeft, maar voor een minimuminkomen. Ja. En dat is niet een leefbaar inkomen. Dus als jij issues hebt, en je bent een jongere en je hebt iets met je ouders, of je voelt je niet veilig omdat je al bij de LGBTQ plus community hoort bijvoorbeeld. Allerlei dingen kunnen je overkomen binnen je eigen familie, waardoor je inderdaad zo op je 18e uit huis gezet kan worden. Je gaat dan wel werken, maar je hebt niet voldoende. En nu met het tekort aan woningen ook nog eens, dat zich plaatsvindt. Ja, dat gaat voor bepaalde mensen sneller dan voor andere mensen. Ja. En als we dan ook spreken bijvoorbeeld over drugsgebruik, dat doe je vaak natuurlijk als individu, omdat er ook dingen spelen. Dat is ook heel veel traumaverwerking wat daartussen zit. Of niet echt verwerking natuurlijk, maar eigenlijk het wegstoppen van wat dus al moeilijk is voor jou om mee om te gaan in het leven vaak. En ja, dan is het inderdaad heel vreemd hoe dat dan vervolgens dan kan leiden tot mensen die dus op straat terechtkomen. En eigenlijk dan veroordeeld worden ook omdat ze iets doen, zodat ze zichzelf een beetje nog kunnen laat doorgaan in het leven. Omdat het leven kan voor heel veel mensen best wel zwaar zijn natuurlijk. En dat wordt er gewoon niet in meegenomen, denk ik. Nee. Ja. En daar wilde ik dus naartoe van, hulpverlening schiet daar dus in tekort op verschillende momenten. Dat het eigenlijk al zo ver moet komen dat iemand dus dakloos raakt. Want die signalen worden dus nergens in het leven van iemand dus opgepikt, door wat voor hulpverlening dan ook. Waardoor zeg maar er ingegrepen kan worden. Ja, er wordt pas ingegrepen als je echt dakloos bent en kan bewijzen dat je dakloos bent. Dus dat is natuurlijk heel erg krom. Je zou zeggen, het is veel beter om het te voorkomen. Ja. Maar nee, dat doen we niet als Nederland. Ja. Want kijk, wonen is een recht, hè? We hebben nu wonen. Alleen in Nederland wordt het zeg maar niet als recht beschouwd, want in Nederland gaat het erom in de woningmarkt wie het meest geld kan verdienen. Ja. Waarom is het zeg maar belangrijk dat wij als Nederland meer op dat recht van wonen gaan zitten? Ik weet niet of Massie daar wat over kan zeggen. Ja, graag. Graag. Ik zou zelfs willen stellen, niet specifiek voor Nederland. Het recht op huisvesting is een universeel mensenrecht.
En ik denk dat het universeel geldt. Willen wij gezond zijn en willen we welvaart en welzijn voor onszelf kunnen opbouwen, hebben we op zijn minst de basis van een veilig onderkomen nodig. En dat is een mensenrecht, dus dat is een publieke voorziening en daar zouden onze overheden in moeten voorzien. En dat is op dit moment in Nederland niet aan de hand. Inderdaad, het wordt structureel geschonden, dat mensenrecht. En wonen is ook geen publieke voorziening meer. Sociale huurwoningen worden verkocht. Net als wat je zegt, dus volkshuisvesting is woningmarkt geworden. Een dak boven je hoofd heet wooncarrière. En het is volledig geprivatiseerd. Wat bedoel je wooncarrière? Nou, een wooncarrière is dus dat je, hoe snel kun jij zelfstandig gaan wonen? Dus als je bijvoorbeeld jong bent, uit huis gaan en adressen opbouwen op je eigen naam en huizen. En daarmee bepaalde rechten opbouwen. Waardoor je dus als mens door de overheid wordt gezien als al dan niet betrouwbaar. Omdat je een wooncv, weet je wel. Dus dat je een lijst hebt van, ik heb hier gewoond en netjes huur betaald. En toen heb ik daar gewoond en netjes huur betaald. Dus jij kunt mij ook als volgende verhuurder vertrouwen of eventueel als hypotheekverstrekker. En dat is heel schrijnend. Dat is hoe we kijken naar een in principe basaal mensenrecht. Ja, want met jouw collectief Verdedig Noord hou je je bezig met het onderwerp gentrificatie. Ja. To be honest, het is een heel moeilijk woord. Ja. Dus zou je misschien kunnen uitleggen wat gentrificatie is en wat jullie collectief doet? Ja, gentrificatie is het proces waarbij voorheen verwaarloosde wijken die beleidsmatig zijn verwaarloosd, dus niet vanuit een soort natuurverschijnsel zijn achtergesteld, maar waar doelbewust mensen zijn geplaatst die sociaal-economisch, zoals dat heet, kwetsbaar waren of niet interessant genoeg om in te investeren. En dan is de grond omlaag gewaardeerd, is het vastgoed omlaag gewaardeerd, wat nu ontzettend goedkoop opgekocht kan worden. En dan komen er nu ineens grote investeerders naartoe naar die wijken om het sociaal, cultureel en economisch zogenaamd op te waarderen. En daar wel in te investeren, maar dan niet voor de bewoners die er al heel lang woonden. Omdat alles ontzettend stijgt in prijs en de prijzen worden opgedreven. Maar voor de toekomstige vermogendere bewoners, met als uitkomst dat de mensen die daar al decennia woonden en die plekken zijn cultuur en karakter gaven, worden verdrukt en worden verdreven. En waarbij weggejaagd eigenlijk. Ja, weggejaagd. En ook op een manier die je gerust gewelddadig kunt noemen. Het is een constante onzekerheid waarin mensen leven. Een constante druk en spanning, maar ook intimidatie. Als je om je heen kijkt en je ziet de ene na de andere woontoren uit de grond reizen. En je weet dat het niet voor jou bedoeld is en dat jij in de weg staat en dat jij de volgende bent die plaats moet maken voor kapitaal, voor financieel kapitaal, is dat ontzettend angstaanjagend en intimiderend. Niet in de laatste plaats, omdat vanuit de investeerders wordt gekeken naar huizen en onze overheid staat dat toe. Vanuit investeerders wordt gekeken naar huizen als beleggingsobjecten. En niet als huisvesting, een onderkomen, een basis waar iedereen recht op heeft om vanuit daar welzijn en welvaart voor zijn eigen leven te bouwen. En het concept van thuis zijn en wortelen en je veilig voelen wordt volledig ondermijnd. Alsof dat niet bestaat. Alsof het niet uitmaakt waar mensen een geschiedenis hebben, waar ze een band hebben, waar ze een sociaal netwerk hebben. Alsof dat iets is wat je heel makkelijk kunt vervangen en mensen maar van de ene naar de andere plek kunt verdrukken. Ja, mag ik hierop aanhaken? Dus ik denk dat het natuurlijk wel zo is dat voor vooral de sociaal-maatschappelijke zwakkeren, vind ik altijd zo vreemd klinken, mensen die het gewoon lastiger hebben om mee te gaan in de samenleving door hoe we de samenleving hebben ingevuld, dat zijn juist de mensen die het meest hebben eigenlijk aan het blijven wonen waar ze wonen. De mensen die kapitaalkrachtig zijn, die hebben minder verbinding met de plekken waar ze vaak wonen. Dus die gaan makkelijker van wijk naar plek naar plek. Die zijn weer op zoek naar een
een aesthetic noemen ze dat, zeg maar, iets dat eruit ziet op bepaalde dingen kan geven aan hen, waar zij zich helemaal prettig voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen. En als ze een andere plek vinden, gaan ze zo weg. Maar juist, want ik kom zelf uit Rotterdam en Rotterdam-Zuid hebben we dat ook heel veel gezien, gentrificatie. We hebben gewoon een heel buurt dat helemaal leeg is geroofd, plat is gemaakt. Vervolgens zijn er andere mensen ingekomen en er zijn nog maar hele kleine delen van de bevolking die er wonen er nog. En die kunnen het nu eigenlijk niet eens veroorloven om koffie te gaan halen om de hoek. Wat vroeger wel gewoon kon, wat ook echt hielp bij de sociale cohesie. Want er is ook minder contact in die nieuwere wijken dan. Omdat in principe zijn het mensen die dus kapitaalkrachtiger zijn, vaak dus fulltime compleet weg zijn. En als ze vrij zijn, dan gaan ze op vakantie, een weekendje daar naartoe. Dus het contact is er dan ook helemaal niet. Dus je krijgt compleet andere wijken. Dus dat de mensen die overblijven het ook niet meer herkennen. En ook de jongeren die dan vaak opgroeien met die connecties, waar ze zich in ieder geval wel veilig voelden en geaccepteerd voelden, dat ook telkens meer voelen. Zoals waar de gereld is, niet al te lang geleden, op Zuid, daar is het ook allemaal aan de gang. En nou hadden mensen al een vraag van, maar dan maken ze alles kapot. Ja, maar heel veel van die dingen zijn niet meer van hen. Ze voelen het niet meer, ze voelen die verbinding niet meer. En dan kunnen er iets verbaasder zijn. En het heeft ook allemaal weer te maken met woningnood. Wat je Rotterdam ook geïntroduceerd hebt, was op een gegeven moment de Rotterdamwet. Wat het dus onmogelijk maakte voor mensen dus die niet aan bepaalde criteria voldeden om in een bepaalde buurt te gaan wonen. Dat ging voornamelijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest, maar het resultaat is altijd belangrijker dan de intentie. Heeft voornamelijk mensen van kleur die het heel moeilijk hadden geweerd uit buurten waar ze eigenlijk het beste konden gaan wonen. Uit het idee van, oh nee, we moeten de buurten meer divers maken. Kun je iets kort vertellen over wat er in die Rotterdamwet stond? Wat voor eisen erin? Ja, er zaten verschillende soorten eisen in. Het probleem is wel, maar wat eigenlijk tijdens terugkwam, is je moest een bepaalde dingen gewoon bovenmodaal verdienen. Dus dan bijvoorbeeld, je kon wel politieagent zijn of verpleegkundige. Dus je had echt een lijst van dingen waar ze naar keken van oké, of je mag wonen of niet. Je inkomen wordt meegenomen, maar ook wat je doet. Allerlei dat soort dingen. En dan toevallig dat ik vandaag even te kijken. En als je dan kijkt naar in de zorg zitten. Nou, er zit heel veel verpleegkundigen. Maar je moet dan een bepaald hoeveelheid geld verdienen. Wat bovenmodaal is. Dus dat dan zie je dan weer dat het schuurt. Van, oh, dan denk je van, dan ben ik politieagent, verpleegkundige. Kan wel. Oh nee, maar je moet wel een soort van een minimum hebben aan geld. Voordat je daar mag wonen. En het effect daarvan is. En het is niet alleen meer Rotterdam. Brabant, vorig jaar kon je ook allemaal artikelen lezen. Over hoe blij ze daar waren. Het is nu ook Nederland ingegaan. Het is van begin 2000 wet. Wat het dus ook maakt dat het is eigenlijk een hele stiekem manier om met bepaalde mensen in buurten te krijgen. En dan vervolgens die buurten te beginnen te verbeteren om meer van dat soort mensen erin te krijgen. Om volgens al die mensen die het dus minder hebben, om gewoon die de stad uit te jagen. Zodat op papier het beter gaat met Rotterdam. Want Rotterdam is natuurlijk wel een van die steden, een van de armste steden, dat wilden ze graag anders hebben. Dus gewoon een van de manieren om dat te doen is dus eigenlijk het verjagen van bepaalde mensen, het weren van mensen. En dus eigenlijk het beperken van beweegvrijheid eigenlijk, wat heel vreemd is. Ja, als ik daarop mag aanhaken. Het is, dus onze verzorgingsstaat is de afgelopen decennia structureel afgebroken. Vanuit het geloof van onze overheid dat iedereen onafhankelijk en zelfstandig genoeg zou moeten zijn. Tegelijkertijd is onze zelfbeschikking ook structureel beperkt. Dus dat is de paradox. Van hoe moet ik dan voor mezelf zorgen als mijn basale mensenrechten, mijn bewegen en leefomgeving zodanig wordt beperkt en mij zo niet eigenlijk de mogelijkheden en de middelen geeft om voor mezelf te zorgen. Hoe moet ik dan overleven en hoe moet ik leven? En, en waarom voorziet de overheid? Ik vind het wel belangrijk om daarin te benoemen dat als wij, zoals Misha net zei, dit soort wijken zijn opgegroeid en opkomen voor onze rechten. We vragen niet om liefdadigheid. Nee. Ik vraag niet om een handout. Ik vraag ook niet eens eigenlijk om solidariteit. Ik vraag om onze basale mensenrechten. Ja. Wij betalen onze huren. Wij hebben recht op onderhoud. Wij hebben niet recht op lode leidingen en vergiftig drinkwater in een van de rijkste landen ter wereld, anno 2021. Als je al het voorrecht hebt om een dak boven je hoofd te hebben. En dus die paradox, die klopt niet. En, het gaat ook eigenlijk al fout bij dat het er moet gevraagd worden om überhaupt iets waar je al recht op hebt. Ja, precies. En dat dat dan meteen wordt geframed als lastig doen. En je vraagt nu wel te veel, weet je wel. En bovendien is het belangrijk
om te benadrukken dat dit proces van gentrificatie en van het structureel onleefbaar maken eigenlijk, als we het helemaal terugbrengen naar de kern, het criminaliseren van armoede, dat is het. Kun jij het niet betalen, ben jij het probleem en moet jij weg. En dat mag op de meest grove, mensenrechten schendende manier gebeuren. En ja, dat moeten we niet willen. Wij proberen met Verdedig Noord dus ook onze directe omgeving en de mensen die gaan over de beslissingen en keuzes, maar ook onze gemeente, maar ook de landelijke politiek, uit te dagen van laten we herdefiniëren wat we allemaal zoals vanzelfsprekend zien. Dus van wie is de stad? Wat is de stad? De stad zou een plek moeten zijn in de basis voor iedereen die er woont en wil wonen. Dat sociale weefsel van die stad, zoals Micha net terecht zei, juist de mensen die op sociaal-economische achtergestelde posities leven, zijn erbij gebaat dat ze mogen blijven wonen. Al een tijdje op een plek waar zij zich thuis voelen, omdat zij niet de luxe hebben om een individualistisch leven te leiden, maar een sociaal netwerk nodig hebben, daarvan afhankelijk zijn. En juist zij die weinig hebben, delen het meest met elkaar. En dat is ondanks de armoede, niet dankzij de armoede. En dat sociale weefsel is wat ik noem eigenlijk de ziel van een stad. En dat is waar je naar elkaar omkijkt. En die ziel wordt nu wereldwijd, het is niet uniek voor Amsterdam of Rotterdam, en ook niet voor de Randstad. Wordt wereldwijd wordt die ziel uit die stad gesloopt. En het wordt hoog tijd dat we ons afvragen van waar zijn we eigenlijk mee bezig en waar gaan we naartoe? Er zijn tal van voorbeelden van steden die veel verder zijn dan onze steden in Nederland, waar we echt een les uit kunnen halen. Maar van hoe fout het gaat. En we kunnen ook lessen halen uit steden zoals Berlijn en Barcelona, die het goed aanpakken op gemeentelijk niveau, keuzes durven maken om die stad leefbaar te houden voor iedereen. Ja, maar wat doen ze in Berlijn? Wat doen ze daar goed? Want ik zit me de hele tijd af te vragen, al die mensen die verjaagd worden, waar gaan die heen? Waar moeten die heen? Goeie vraag. Ik vind het moeilijk om te horen, want het maakt me verdrietig. En dan denk ik van, waar zouden we moeten beginnen met oplossingen vinden, oplossingen bieden? En daar hebben we allemaal ideeën voor. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat ze dan in Berlijn doen. Ja, ik zou in Berlijn, dus op gemeentelijk niveau, hebben ze op een gegeven moment de huren bevroren. Dat heet een huurplafond voor de komende 5 jaar uit mijn hoofd. Waar de huren niet verhoogd mogen worden. Ze hebben als gemeente grote stukken vastgoed teruggekocht van internationale investeerders en dat gereguleerd. Ze hebben onderzoeken laten doen naar mensen de staat van mensen hun huizen en de huren die ze de afgelopen jaren hebben betaald. En als blijkt dat ze te veel huur hebben betaald ten opzichte van de slechte staat van hun woning, krijgen ze met terugwerkende kracht geld terug. Wow. En ze hebben eigenlijk zich beroept op een artikel dat in de Duitse grondwet na de Tweede Wereldoorlog is aangenomen. Dat komt door de mensen zelf die dat daarvoor hebben geprotesteerd en de straat op zijn gegaan massaal. En die wet zegt, dat artikel zegt, dat de overheid er alles aan moet doen om een economische monopolie te voorkomen. Mm. En dat is wat ik denk, wat denk ik alle overheden zouden moeten doen. En dat houdt in de praktijk dus in Berlijn dat internationale investeerders die meer dan een bepaald aantal huizen in één dezelfde wijk wil kopen, dat niet mag. Omdat ze dan alleen heersen, dus eigenlijk een monopolist worden in die wijk en dan zelf kunnen gaan speculeren met die prijzen. En dan volledig vrij spel krijgen in wie laten wij toe tot welke woningen en wie gooien we uit huis. De VN heeft ook daar onderzoek naar gedaan naar investeerders die ze ook meerdere keren op de vingers hebben getikt om het schenden van mensenrechten. Maar ook in Amsterdam zijn diezelfde investeerders een paar jaar geleden weer toegelaten om honderden woningen en bedrijfspanden op te kopen, terwijl ze zo'n negatieve track record hebben. Dus daar kunnen we van leren. Dus we hebben beleid nodig, we hebben geld nodig, een betere verdeling van publieke ruimte en publieke gelden. Dat moet gaan via beleid. En aan de andere kant is wat Verdedig Noord doet, is wij proberen vanuit bewoners, wij zijn een bewonersplatform, een bewonersgroep, wij proberen bewoners bewust te maken van onze rechten en weerbaarder en zelfredzaam. En onszelf te organiseren en de organisaties die we al hebben, die weliswaar vaak informeel zijn, maar niet daardoor minder professioneel, om die juist meer onder de aandacht te brengen
en structureel zichtbaar te maken, van ons te laten horen, waardoor op een gegeven moment die lokale politiek en ook landelijke politiek zich op een gegeven moment wel tot je moet verhouden, je serieuzer gaat nemen en je bij besluitvormingen betrekt. Ja. Om op die manier dus wederom onze zelfbeschikking eigenlijk weer te vergroten. Ja, want ik hoor eigenlijk op verschillende problemen uit onze samenleving steeds hetzelfde terugkomen. Namelijk dat zeg maar de mensen waar het over gaat gewoon vaak niet betrokken worden. Terwijl in dit soort processen juist die ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is. Niet alleen in de politiek, maar ook dus bij bijvoorbeeld woningcorporaties. En ik denk persoonlijk ook dat ervaringsdeskundigheid ook als een volwaardig baan gezien moet worden. Ook omdat iemand daar gewoon veel tijd en energie in steekt. En weet je wat we ook eigenlijk mislopen met het niet inzetten van ervaringsdeskundigheid? Is gewoon zoveel kennis en ervaring die... Want jij zegt het dus mooi, die niet formeel is, maar dat betekent niet van mindere waarde. Want dat is ook dus de nieuwe politiek die wij ons bijeenbrengen. Hè? Want in ons huidige kabinet missen we gewoon die ervaringsdeskundigheid. Überhaupt bij het maken van beleid in Nederland wordt er veel te weinig ervaringsdeskundigheid gebruikt op dit moment. Want als het dan specifiek gaat over... zeg maar mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Eind vorig jaar heeft het College voor de Rechten van de Mens een rapport gepresenteerd, waarin dus precies deze uitkomst na hoeveel jaar? Even kijken, 2016 is het VN-verdrag handicap geratificeerd. En dan zijn we nu 2020, 4 jaar later. In het VN-verdrag staat er dus onder andere dat er bij het maken van beleid voor mensen met die invloed hebben dus op mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid, dat die dus betrokken moeten zijn bij het maken van het beleid, maar dat dat dus nog veel te weinig gebeurt. Maar ik zie dat dus echt als een structureel probleem, want ik hoor het jou nu dus weer zeggen van... Want jij zegt, het is niet hoe noemde jij het nou? Hoe noemde jij de ervaring die jullie dus inzetten? Oh ja, precies. Dus... Ja. De zorgorganisaties en de hulporganisaties in Noord, die solidariteitsnetwerken zijn informeel, maar daardoor niet minder professioneel. Ja, precies. Niet minder professioneel. Ja. En eerlijk, ik denk ook soms dat zij veel beter op de hoogte soms zijn dan een gemiddelde beleidsmedewerker, om eerlijk te zijn. Dat zijn ze. Dat zijn ze per definitie door wat je zegt, omdat ze weten waar ze het over hebben. Juist. Ze leven zelf waar ze het over hebben. En ik noem ze de niet betaalde professional. Want vaak bij ambtelijke bijeenkomsten heb je van die stickers die je dan op jezelf mag plakken van ben je een ambtenaar, ben je een deskundige, ben je een politicus, professional of bewoner. Okay. En weet je, alsof dat niet, dat is de deskundige, maar dan de niet betaalde deskundige. Hmm. En inderdaad, daar moeten we naar leren luisteren. Het is te gek voor woorden dat dat een issue is, dat degene over wie dit gaat, die het meest te maken gaan hebben met een eindbeslissing, niet bij het proces van die besluitvorming worden betrokken. Nee. Dat is de basis van zelfbeschikking. En dus van als je die verzorgingsstaat wil afbreken, beste overheid, geef ons dan tenminste meer zelfbeschikking. Ja. Ja. Want ga je gang? Nee, ga jij je gang. Ja, ik denk dat natuurlijk het vermarkten ook echt van het, dat ook echt zo'n groot punt daarbij is. Dus je hebt aan de ene kant wat Massie ook aangeeft, aan de andere kant het feit dat nu onze woningcorporaties, die moeten zorgen voor ook woningen bijvoorbeeld voor de mensen waar het nu bijvoorbeeld over hebben, hun werk niet eens fatsoenlijk kunnen doen. Zoals vanwege de verhuurdersheffing dat ze nu natuurlijk moeten betalen. Dus omdat zij dus sociale woningen eigenlijk huurwoningen verschaffen, moeten zij dus nu belasting betalen. En dat komt dan in de staatskas terecht. En wat we hebben gedaan, onze regering heeft iets heel vreemds gedaan. Gezegd van, oké, jullie moeten dat doen. Maar jullie zijn wel een apart bedrijf, dus je moet wel winst maken. En je moet ons geld geven. Maar we gaan jullie verder niet helpen of zo. Nee. That's your job. Dus iets heel vreemds gegaan. Iets heel vreemds gebeurd. En daardoor nu ook al, er loopt ook een teller ergens op een website van een van die woningscorporaties, dat ze ook al 10 miljard hebben misgelopen aan wat ze konden investeren in de sociale woningen. Want ja, als het nu gaat om winst, als de gemeente bijvoorbeeld een stukje grond heeft, dan is het gewoon wie het meest biedt, die krijgt het. Mm-hmm. Er worden niet eens afspraken gemaakt van, goh, als gemeente snappen wij bijvoorbeeld in Rotterdam
dat het is nou eenmaal krap. Oké, laten we iets ermee doen. Nee, er komen dan gewoon, kunnen buitenlandse belegger kan komen en kunnen zeggen van, weet je wat, vind ik wel mooi, ik geef 2 keer zoveel als de woningcorporatie wil geven. Dus je merkt ook, omdat de overheid om een of andere reden zelf de verantwoordelijkheid niet meer wil nemen, dat daarom ook dingen heel fout gaan. Omdat het dus allemaal geprivatiseerd is. Ja. Ja. En dat werkt gewoon niet samen. Dus aan de ene kant heb je dat inderdaad, dat de mensen spreken die eigenlijk vaak het minste ervan weten, het minst snappen ook van mensen. En om even aan te haken wat Ronja ook zei natuurlijk over hoe naar mensen die dakloos en thuis hebben gekeken, dat ze toch gecriminaliseerd worden. Dat zie je er ook weer overal weer terug. Kijk, de armen, de mensen die dus wonen in die wijken, er wordt toch een soort, met een soort van minachting naar hun gekeken, alsof ze minder zijn. Zij weten niet waar ze het over hebben. Nee. Dus daarom moeten er mensen van buiten komen die vaak de intenties meer hebben om geld te verdienen. Dus die zijn helemaal niet bezig met oplossen en komen met echt goede ideeën. Nee, die zijn bezig met eigen gewin of het gewin van de groep waar zij voor staan. Ja. Dus het is echt die combinatie van dingen waar echt naar gekeken moet worden. We moeten ook veel meer dingen gaan nationaliseren en ook echt weer zetten als verantwoordelijkheid van de regering en van gemeentes. En dat die gaan werken voor de mensen die er wonen, want de stad wordt wel gevormd door de mensen, niet door het steen. Nee. Dus dat wilde ik nog even erbij zeggen. Dankjewel. Dat het echt die combinatie is van beide. Ik ben het echt totaal natuurlijk eens met wat iedereen hier zegt. Ja. Maar daar moeten we echt veel meer op gaan focussen, denk ik. Ja. Ja. Ronja, wilde jij wat zeggen? Oh nee, ik zei ja, ik was het eens. Ja, ja, want we hadden het eerder ook gehad over, niet in dit gesprek, maar eerder over de soort van participatiesamenleving die ingezet is ooit. En ik vond dat jij dat zo goed kon vertellen, Micha. Dus ik wil je eigenlijk vragen om dat weer te vertellen. Want ik moest er in één keer aan denken, omdat jij, Massie, zei van, de overheid maakt het voor ons ook niet mogelijk om die zelfbeschikking in te zetten. Omdat er nergens hulp vandaan komt. Nee, kijk. Dat deed me dus denken aan die participatiesamenleving. Dat snap ik, ja. We waren natuurlijk een verzorgingsstaat. En daar waren we altijd heel trots op. Daarvoor zijn ook al die sociale zekerheden gekomen, waar wij vaak mee pochen naar buitenlanders. Van, nou, kijk, we hebben het goed geregeld. Nou, opeens besloten we dat we dat allemaal niet meer wilden doen. Ergens in 2013 volgens mij. We gingen een participatiesamenleving in. Weet je, en de koning stond er helemaal klaar. En Mark Rutte heel trots op. Participatiesamenleving. Maar inderdaad, wat hij aangeeft, om te participeren heb je ook iets nodig. Er moeten dingen veranderen. Er moet ook een andere mindset zijn. Maar waarmee ze in kwamen zetten, is met de ouderwetse neoliberale mindset, wat eigenlijk gaat om vermarkten, geld verdienen, zorgen dat de vrije markt kan zoveel mogelijk oplossen. We gooien het gewoon die kant op. Wat het heeft gedaan, ook omdat ze het dus doen met die mindset, is, het is eigenlijk tegen elkaar gaan werken. We zien ook in de afgelopen 10 jaar zijn dingen nog meer verslechterd. En gaan ze ook echt sneller verslechterd. Omdat we niet kunnen participeren met z'n allen. We hebben natuurlijk, laatst stond in de krant natuurlijk, hoe een mevrouw €7.000 terug moest gaan betalen, omdat haar moeder haar hielp. Dus dan heb je dus eigenlijk mensen dus in de samenleving die elkaar willen helpen, worden afgestraft daarvoor. Maar dat is eigenlijk deel van het idee van een participatiesamenleving. Van, wij gaan minder doen als regering. Jullie moeten zelf en onderling elkaar meer gaan helpen. Maar omdat het dus totaal niet een ideologische verandering is gekomen, we zijn die dingen anders gaan aanpakken, we zijn niet mensen in hun kracht gaan zetten, we zijn niet gebruik gaan maken van ervaringsdeskundigheid, we zijn niet kritisch gaan kijken naar de systemen zoals die zijn, hebben we dus nu een situatie dat onze zekerheden worden telkens meer weggehaald. En eigenlijk dat we telkens minder met elkaar kunnen doen als voorheen. In Rotterdam ook de hoeveelheid buurthuizen en buurtvaders en moeders die gewoon gestopt zijn, want die kregen dus eerst nog wel geld bijvoorbeeld, en nu kwam een andere organisatie van buiten, is binnengekomen. Dat is echt heel droevig. Ja. En daarin merkt je ook, en dan zie je ook gelijk, dat vreemd genoeg in de participatiesamenleving kunnen we minder goed participeren aan de samenleving, elkaar veel minder goed helpen. En is het nu echt gewoon een beetje op jezelf staan, en je ziet ook echt de verharding van de samenleving daar ook mee hand in hand gaan. Omdat het idee nu ook is van, ja, je verdient alleen maar dingen als je er hard voor hebt gewerkt. En je hoeft niet bij ons te komen als regering, maar eigenlijk kan je ook niet naar je buren of je buurvrouw, je buurman, je non-binary buurtbest friend. Dat is ook de bedoeling niet. Want stel je eens, je krijgt toeslagen en iemand helpt je met iets en dat opeens daar de belastingdienst zegt van, oh, maar wacht eens even. Hallo, dat was de bedoeling niet. Ja. Dus het is op alle kanten klopt er helemaal niets meer van. En ja, dat klopt gewoon helemaal niet meer van.
Nee, ik klopt ook helemaal niets meer van. Dus dat is ook wat ik jou, Massie, hoorde zeggen. En ik kan me nog herinneren dat toen wij eerder vorige week met z'n allen gesprek hadden. En toen dacht ik van ja, weet je, er is gewoon heel veel. Er zijn gewoon heel veel problemen als het aankomt op wonen. En alle onderwerpen die we nu besproken hebben, die hebben ook gewoon met elkaar te maken. Maar ik, weet je, als je daarin blijft hangen, kun je best wel een beetje verdrietig worden over van ja, maar wat moeten we nu dan doen? Maar wij hebben ook gewoon ideeën over wat eventuele oplossingen kunnen zijn, wat positieve vooruitzichten zijn. Maar voordat ik daar naartoe wil gaan, zie ik nog wel dat er een aantal vragen gesteld zijn. En even kijken, dat ging eigenlijk meer over het stuk van Ronja. Ik weet niet of jullie mee kunnen lezen, maar een van de vragen is bijvoorbeeld. Dus we gaan het straks hebben over die positieve vooruitzichten. Maar er zijn hier drie vragen. Ik weet niet of jij die kunt zien, Ronja. Ja, de ene vraag is, mogen daklozen een postadres aanhouden? Ja, je bent officieel dakloos als je geen woonadres hebt. Een postadres valt daar niet onder. Dus je kan alsnog een dakloze uitkering krijgen als je alleen een postadres hebt. Maar als je geen familie hebt of geen vrienden, waarbij dat kan, dan waar kun je het dan doen? Bij sommige opvangen kan het ook, geloof ik, maar niet bij allemaal. Dus ja, officieel mag het wel, dan ben je alsnog officieel dakloos. Maar het is lastig. Zou het trouwens helpen als er meer landelijke regelgeving is met betrekking tot dakloosheid? Want ja. Ik hoor steeds weer die versnippering van in de ene gemeente is dit, in de andere gemeente is dat. Valt geen lijn op te trekken. Ik weet dat we bijvoorbeeld in de Amsterdamse gemeenteraad is er dus met de motie van bijeen ervoor gezorgd dat de boete op buitenslapen eraf is gehaald. Ja. Maar dan denk ik van ja, ik wilde het echt landelijk voor elkaar krijgen. Gelijk. Ja. Al is dat maar één ding dat we voor nu mogelijk gaan maken. Maar die landelijke regelgeving, zal dat helpen, denk jij? Ja, ik denk het wel, want nu is het per gemeente zo verschillend. En in Brabant, in de gemeente waar ik vandaan kom, is het iets soepeler allemaal. En ik kom zelf uit Brabant, ik woon nu 7 jaar in Den Haag. En dan zeggen mensen, dan zeg maar familie. Familie zegt, oh, maar dan kom je toch gewoon terug naar Brabant. Maar zo werkt dat niet. Ik heb hier mijn werk, ik heb hier mijn sportnetwerk. Ik heb hier mijn sociale vangnet. Oké, dat is zelf wel sportnetwerk, maar oké. Ik kan niet zomaar naar een andere stad toe gaan. Maar ik ben hier verweven met de stad en met de mensen hier. Dus als er dan één lijn komt, landelijk, met en dan de beste. Moeten we wel even kijken naar de stad met de beste regels voor dakloze mensen. Ja. Als we dat dan aanhouden en dan door heel het land trekken, ja, dat zou ontzettend helpen, want dan ben je niet genoodzaakt om naar een andere stad te verhuizen. En dan verlies je ook niet je uitkering als je naar een andere gemeente gaat of je speciale voorzieningen. Nee, precies. Nee, wat wilde je zeggen? Nee, ik wilde naar de tweede vraag gaan. Nou, ik wilde eigenlijk voorstellen om deze twee vragen. Daar hebben we eigenlijk geen tijd meer van. Dat okay. ging voor. En ik wil toch wel heel graag richting die positieve vooruitzichten. Want die zijn er gelukkig wel. Ja. Ten eerste, stem 17 maart op bijeen. Ja. Want wij hebben deze problematiek gewoon echt goed in zicht. We praten met de mensen waar het over gaat. We praten met de ervaringsdeskundigen. Die hebben we nota bene op de lijst staan. Dus take your pick. Als je maar stemt op bijeen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat je kunt doen. Wie wil wat zeggen over de positieve vooruitzichten die jullie zien gebeuren? Of die er zijn? Ja, ga je gang. Nou, in Amsterdam is de afgelopen paar weken zijn er wat hele kleine, maar wel positieve lichtjes van hoop. Signalen afgegeven vanuit de gemeente. In eerste instantie heeft onze wethouder van wonen, Laurens Ivens, gezegd dat hij erkent dat het wonen op dit moment in de stad zodanig schrijnend is en onmogelijk wordt gemaakt, dat hij zei dat hij eraan denkt om sociale huurwoningen op te gaan kopen van corporaties. Om die veilig te stellen, zodat corporaties niet die gaan verkopen.
En om op die manier sociale huurwoningen toch te beschermen in Amsterdam. Daarbij moet ik wel meteen zeggen dat dat is een fijn signaal. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb ik ook in een column genoemd van je moet niet aan, als je dit probleem wil aanpakken, dan moet je net als Berlijn durven het op alle facetten aan te pakken. Ja, dus dit is een goed begin. Maar een huurplafond, en dat is weer deze week weer aangekondigd van komende jaar gaan de huren niet omhoog. Dus dat zijn fijne vooruitzichten. En wat ik prettig vind aan wat je zojuist ook terecht zei van stem bij één. Kijk, in jullie programma als het gaat over wonen, maar ook over andere problemen. Wat ik daar fijn aan vind, is dat je het probleem niet ziet als een symptoom, maar als iets dat in een groter verband samenhangt met andere problemen en andere crisis. Klimaatcrisis, met noem maar op, en wonen en weet je, gezondheid, werken. Dat is hoe we die dingen ook moeten bekijken. En dus dat zijn dingen die me hoop geven. We zijn in Amsterdam-Noord een groeiende groep, een groeiende bewonersplatform, waarbij om te beginnen steeds meer bewustzijn wordt gecreëerd bij bewoners van als mijn wooncorporatie een grootschalige renovatie afkondigt en ik krijg zo'n mededeling, op welke termen moet ik letten? Langs welke kaders moet ik het toetsen of het goed gebeurt? Hoe kan ik me organiseren? Ja. Hoe kan ik een tegenvoorstel doen? Want je hoeft niet met elke mededeling eens te zijn. Dat is eigenlijk is het heel, heel schrijnend, maar het is een onderhandeling. Ja. Dus je wooncorporatie doet een voorstel, dat doe jij een tegenvoorstel in samenwerking met bewonerscommissie. Ik zie dat bewustzijn groeit. Dat zijn hoopgevende dingen en ik denk dat het alleen maar meer gaat groeien. Ja, want jullie als Verdedig Noord, jullie zijn een bewonerscollectief, toch? Ja. En jullie, hoe heet dat? Proberen elkaar dus weerbaarder te maken. Ja. Dus dat zie ik heel erg als community ook. Ja. Ik geloof heel erg in de kracht van community. Want dat hele individualistische wat we hier in Nederland gewend zijn, nou ja, in de hele westerse wereld. Ja, dat ik denk dat we met communities gewoon verder komen. Ja. En een andere positieve ontwikkeling, en die noemde jij zelf eigenlijk, Massie, ook van dat je steeds meer community builders ook ziet opstaan. En ik heb dat idee in Nederland dus ook. Je ziet steeds meer collectieven hun stem laten horen op verschillende gebieden en onderwerpen. Misha, zie jij een positief vooruitzicht dat we echt nog moeten noemen voordat we zo gaan afsluiten? Ik denk bewustwording. Ik heb een beetje dat ik obsessief vaak informatie zoek over dingen. Dus eigenlijk al jaren voordat Katendrecht bij ons op Zuid werd aangepakt, zag ik het eigenlijk ook wel aankomen. Gentrificatie is natuurlijk een beetje een woord geleend uit het Engels. En dat zie je in Amerika, in al die grote steden zag je dat. En het baarde me vooral zorgen dat heel weinig mensen leken te beseffen dat het gaande was. En het feit dat mensen dat meer doorhebben, aanvechten. Laatst in de Afrikanenwijk hebben 17 mensen toch gewonnen om te kunnen blijven waar ze zitten. Gewoon van de mensen zijn weg, klopt. Maar het is wel gewoon gebeurd nu. En dat verspreidt zich wel verder. Dat mensen zich meer beginnen te beseffen en zich ook daar harder voor willen maken. En ik hoop ook echt meer solidariteit te zien rond heel Nederland. Weet je, dat niet alleen maar Rotterdam, Zuid op hun eigen eilandje zelf regelt, maar ook meer outreach doet naar andere plekken, zodat we ook betere fronten eigenlijk kunnen gaan vormen tegen dit soort dingen. En dat nationaliseren ook telkens een populairder iets wordt, merk ik. Dat vind ik heel prettig. Het idee dat woningcorporaties überhaupt zo moeten werken. Want het zijn niet alleen maar de boemannen. Je hebt ook gewoon woningcorporaties die het hartstikke leuk en ook echt willen doen. En het werk zijn gaan doen of de mensen te werken. Om mensen te helpen. Alleen dat kunnen ze nu niet doen. Dus echt dat het nationaliseren van heel van dit soort publieke dingen populairder wordt, dat vind ik wel ook een goed teken. Want we hebben ook echt wel het support nodig vanuit het volk om te beseffen dat het nodig is. Anders krijgen we het in de politiek ook gewoon niet voor elkaar. Nee. Qua draagkracht. Goed, inderdaad een positief vooruitzicht. Ronja, heb jij nog een positief vooruitzicht dat je zou willen delen met ons? Ja, ik wil nog gewoon even benadrukken. Jullie zijn hier allemaal, omdat jullie geïnteresseerd zijn in rechtvaardig wonen. En dit is het moment
om je woorden en je daden overeen te laten komen. Zelfs als je niet in zo'n situatie hebt gezeten zoals wij hebben gezeten, doe het dan voor ons. Stem op bijeen, zodat we gewoon kunnen wonen, waar we recht op hebben, waar we letterlijk in de universele, hoe heet het? De mensenrechtenverdrag. Ja, universele verklaring van de rechten van de mens, staat gewoon opgenomen dat we er recht op hebben. Het is geen gunst. Het is geen liefdadigheid, zoals Massie ook al zei. En met één zetel in Amsterdam heeft bijeen al de boete eraf gekregen voor dakloze mensen die slapen op straat. Wat kan bijeen dan betekenen met 3+ zetels in de Tweede Kamer? Een recht die al bestaat. Ja. Dus je moet gewoon bijeen stemmen. Voor ons allemaal. Al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de mensen om je heen. Die gevestigde partijen komen er sowieso. Ja. Mag ik nog even aanvullen? Want bijvoorbeeld in Rotterdam zijn ook onder andere GroenLinks verantwoordelijk ook voor waarom dingen gaan zoals ze nu gaan. Ja. In een woningsvisie is bijvoorbeeld ook de Rotterdamwet en dat soort dingen eigenlijk geïntroduceerd. En dat is een ouder iets. Dan kan je zeggen, ja, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Maar als de motie dan kwam om de energie vooraf te komen, dan stemmen ze ook gewoon, nee, dat doen we niet. Dit is ook echt de keuze die ook heel veel gevestigde partijen op gemeentelijk niveau maken om hierin door te zetten. Terwijl ze landelijk allerlei mooie verhaaltjes hebben, zie je dat niet heel vaak doorgezet als je er eenmaal een vergrootglas op hebt plaatselijk. Dus er moet ook heel erg op gelet worden. En als volksvertegenwoordigers natuurlijk is het ook onze taak om dat deels ook te doen. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel de support hebben om dat te kunnen gaan doen. Ja. Want we snappen iedereen, everyone's trying to survive, iedereen wil het overleven, iedereen heeft het druk. Maar we moeten met z'n allen meer gaan opletten. En mensen ter verantwoording roepen ook. Zeker. Want er gebeuren echt schrijnende dingen. De menselijkheid is soms heel ver te zoeken. En zeker met alle voorbeelden die ik de afgelopen uur heb gehoord. We zijn ook weer inmiddels aan het einde gekomen van deze live bijeen. Sowieso kunnen we nog een paar uur vullen met überhaupt alleen het onderwerp wonen als basisrecht. Maar dat gaan we zeker op andere manieren doen. Ik wil mijn gasten bedanken voor jullie input, jullie bijdrage, jullie tijd, jullie support. En als de kijker die aan het kijken is, wil ik vragen om, als je deze pagina nu toevallig hier bent en je hebt nog niet gevolgd, druk even op die like-button. Je kunt ons ook volgen op Twitter, je kunt ons volgen op Instagram. Daar heten we dus Politiek Bijeen. Instagram, Twitter, dit is Facebook. YouTube zitten we ook, want op 17 maart, ik kreeg dus vandaag mijn stempas binnen. Ja, ik heb mijn stempas binnen. Kijk. Ik heb er dubbele gevoelens bij, want we zitten in de pandemie en we kunnen niet veilig stemmen, maar ik heb hem binnen. 17 maart zijn de verkiezingen, stem bij één, want wij verdienen echt een plek in de Tweede Kamer om onder andere dit soort problematiek aan te kaarten. Dus je kunt ons steunen door lid te worden, je kunt doneren, je kunt onze, want op Instagram staat nu bijvoorbeeld toevallig een hele post over wonen als basisrecht en alle programmapunten kun je daar dus ook vinden. Massie kun je volgen op Instagram. Hij schrijft ook een column in Parool. Hij is muzikant, rapper, dus sowieso de moeite waard om te volgen, ook als je meer wilt weten over wat Verdedigd Noord doet. Ronja, hoe actief ben je op social? Want ik wilde net zeggen, ik volg Ronja, maar... Ja, ik voel me heel oud. Maar ik heb Facebook, daar heet ik Ronja Bruins met U lange I. Dus daar kan je me op volgen. Ja. En Misha, ook bedankt dat je hierbij wilde zijn. Ook met dank aan de schrijftolken en de techniek. Die op de achtergrond heel hard bezig waren om ondertiteling hieronder te krijgen. We hebben nog 2 minuten. Wil iemand nog de laatste woorden hebben voordat we weg zijn? Misschien kunnen we ook nog even heel kort misschien even kijken naar de vraag. Of Ronja tussendoor ze even kan lezen, terwijl Massie nog even wat zegt. En misschien kan ze nog even aan het einde dat nog toevoegen. Oké, top. Goed idee. Ik heb het net al gezegd voordat we live gingen, maar ik wil jullie nogmaals feliciteren met jullie ledengroei. De hardst groeiende partij, 93% toename ten opzichte van vorig jaar. Dat is het enige wat ik nog wilde benadrukken.
Thank you. Dank je wel. En sowieso bedankt voor je support. Zeker. Want heel, heel weinig mensen met die durven zich uit te spreken. Daarom is onze slogan ook spreek je uit bekend kleur. Maar ik denk juist de tijd is nu. Er gaat niks veranderen als je je niet uitspreekt. Ja. Zal ik nog even vlug een vraag beantwoorden? Goed. Oké, okay, er staat hier. Klopt het dat er nu in de daklozenopvang ook minder mensen mogen blijven door COVID-19 en de anderhalve meter regel? Ik zie voor mijn gevoel veel meer daklozen op straat de laatste tijd. Nou, dat is een interessante vraag. Het is zeg maar zo dat nu de straten zo leeg zijn, zie je alleen maar de mensen die op straat wonen. Er zijn niet meer daklozen, er zijn meer daklozen, dat wel. Maar in verhouding zijn er niet heel veel meer daklozen. Je ziet het nu alleen. Dus, dat is het antwoord op de vraag. Maar ze hebben dus geen COVID-maatregelen daar? Er zijn in opvangen wel COVID-maatregelen. En er zijn sommige opvangen die hebben, sommige mensen hebben hotels ingeschakeld of aparte kamertjes. Er is niet minder opvang, maar er zijn meer daklozen bijgekomen. Hmm. Oh ja, en je moet vaak lange reizen voor zo'n alternatieve opvang. Waardoor ook niet iedereen naar de opvang kan. Want ja, als het anderhalf uur lopen is, dan houdt het al snel op voor je. En OV is heel duur. Ja, en dat moet ook, als je niet kunt betalen. Precies. Dus bedankt voor het beantwoorden van die vraag. We zijn echt door de tijd heen. Super bedankt. Fijne avond. Stem bijeen. Ja. Yes. Tot de volgende live bijeen van volgende week. Met Quincy en fantastische gasten.